The subject of today's session is admittedly one of the lesser known biblical holy days. Het onderwerp wat we vanavond gaan behandelen is een van de herdenkingsdagen of de feestdagen die niet zo bekend is. I suspect that very many serious students of the Bible, if asked about a fast day this month, would respond immediately. Of course there's a fast day this month. The fast day of Yom Kippur. Het vasten, als er iemand zou worden gevraagd, zou er vasten deze maand? Iemand die studeert in de Bijbel en zou vragen, wat voor vasten hebben we deze maand? Dan zou iedereen zeggen, ja, natuurlijk, er is een vasten, want het is het vasten van Yom Kippur, grote verzoendag. But there is another fast day this month as well. Maar er is nog een ander vasten deze maand. We don't read about it in the Torah, in the five books of Moses. We lezen er niet van in de vijf boeken van Mozes. Niet in de Torah wordt hij genoemd. Indeed, we read about it only in a single verse in the prophets, in Zechariah. We lezen er echter van op één vers en wel in het boek van Zachariah. We've noted this verse in the past. Let's return to it for the purpose of today's discussion. We hebben dit vers wel eens behandeld in het verleden, maar we gaan er vanavond nogmaals naar kijken. The background is a question that was presented to the prophet by the people. We read of the presenters and of the content of the question in Zechariah chapter 7 in verses 1, 2 and 3. We gaan kijken naar Zachariah 7, vers 1, 2 en 3. En het is een vraagstelling. Er wordt een vraag gesteld en wel aan de profeet. The question in the second part of verse 3 is, should I weep in the fifth month, separating myself as I have done these so many years? De vraag die gesteld wordt, kijken we even naar hoofdstuk 7, vers 3 en dan het tweede gedeelte. Moet ik in de vijfde maand wenen en vasten, zoals ik dit nu reeds vele jaren gedaan heb? Dat is de vraag. Well, you know, there's always a danger when you ask a question that you may get more of an answer than you expected. En het is altijd lastig en soms ook wel een uitdaging om een vraag te stellen, want je weet niet welk antwoord er zal komen. And that's indeed what we find in God's response. This is in chapter 8, in verses 18 and 19. En dat is inderdaad ook het geval bij deze vraag en het antwoord wat de Heere God geeft, lezen we in Zachariah 8, vers 18 en 19. That is, the prophet tells us, and the word of God of hosts came to me, saying, vers 18, ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen tot mij. Thus says the God of hosts, the fast of the fourth month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of the tenth, shall become times of joy and gladness and cheerful feasts to the house of Judah, and love the truth and the peace. Vers 19. Zo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Now they only ask about the fast of the fifth month, and the answer mentions four months.
the fourth, the fifth, the seventh, and the tenth. Dus er wordt een vraag gesteld over het vasten in de vijfde maand. En het antwoord is een antwoord dat wordt gegeven over het vasten in de vierde, de vijfde, de zevende en de tiende maand. Dus vier keer een vasten. Well, we've talked about the identities of these fasts at various opportunities in the past when we've discussed the other fasts that are mentioned on this list. En in het verleden zijn deze vasten allemaal alles behandeld en ook de identiteit wat het precies inhoudt, dat zijn we alles bij langs geweest in het verleden. We appreciate in the context that all of these fasts commemorated events that related to the destruction of the Holy Temple, the destruction of Jerusalem, and the exile of Judah by the hand of the Babylonian Empire. De andere vasten die worden genoemd zijn eigenlijk altijd gerelateerd aan de vernietiging van de tempel, de vernietiging van Jeruzalem en ook wanneer het volk is weggevoerd in ballingschap. Daar zijn de andere vasten altijd op gebaseerd. So, for example, in the last chapter of Jeremiah that reviews the events of the destruction, we read in Jeremiah chapter 52, verse 4, that the siege of Jerusalem began in the 10th month. We gaan even kijken naar Jeremia 52, vers 4. Daar staat al een eentje beschreven. Jeremia 52, vers 4. In het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand. We read in verse 6 of the fourth month, when the famine became severe and the wall of the city was breached. In vers 6 hiervan wordt genoemd in de vierde maand, op de negende van de maand, toen de hongersnood in de stad zwaar geworden was en er geen brood meer was voor het volk des lands. And finally in verse 12, we read about the fifth month, the month of the final destruction, when the holy temple was burnt and the city was destroyed. En in vers 12 van dit hoofdstuk zien we dan dat de tempel wordt vernietigd en ook dat Jeruzalem wordt verwoest. You'll note that in Jeremiah chapter 52, we don't see anything about the seventh month. Maar het is opmerkelijk dat in dit hoofdstuk niks wordt genoemd van de zevende maand. So perhaps some people might think maybe the fast of the seventh month refers to Yom Kippur, which does take place, as, after all, we read explicitly in the Torah, in the seventh month. En misschien inderdaad wordt hier niet het vasten van de zevende maand genoemd, omdat die wel inderdaad in de Torah genoemd wordt en wel in het boek Leviticus. That's the date given for the fast of Yom Kippur. In Leviticus chapter 16, also in Leviticus chapter 23, in Leviticus chapter 16, verse 29, we read, "This shall be a statute forever to you, that in the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict your souls." Afflict your souls means to fast. We gaan even kijken naar Leviticus 16 vers 29, waarin het vasten in de zevende maand wordt genoemd. Maar dat wordt ook genoemd in Leviticus 23. Maar ik lees vers 16 vers 29. Dit zal u tot een aldoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende der maand, zult gij u verootmoedigen en generij werk doen. En dat verootmoedigen wordt dan ook geïnterpreteerd als zijn vasten. But the truth is,
Zechariah could not possibly have been referring to the fast of Yom Kippur. Maar Zachariah inderdaad staat dus niet stil bij het vasten van Yom Kippur. First of all, he spoke of fast days that would become days of happiness and rejoicing. En het is ook merkelijk dat Zachariah vooral ook noemt dat het vasten in de toekomst zich zal vernieuwen en het zullen dagen zijn van vrolijkheid en vreugde. That couldn't possibly be referring to Yom Kippur, because Yom Kippur is always a day of happiness and rejoicing. En dat kon, daarom heeft hij dat niet zo genoemd naar Yom Kippur, maar dat is altijd al een vasten in vreugde en met een blij feest. I know people might think that a day of fasting, days of awe, is not a day of happiness and rejoicing, but of course it is. En je zal denk ik niet zo snel stilstaan dat een dag van vasten en verootmoediging een vreugdevolle dag kan zijn, maar zo is het toch wel bedoeld. We just read Leviticus chapter 16, verse 29. The very next verse, verse 30, tells us, "For on that day will God forgive you, cleanse you, that you may be cleansed from all your sins before God." We gaan even terug naar Leviticus 16 en dan lezen we vers 30. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden om u te reinigen van al uw zonden. Zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. En dat op zich is dus een vreugdevolle dag, omdat er dus een verzoening plaatsvindt. The promise of God's forgiveness. De belofte van Gods vergeving. What could possibly be a greater day of happiness and rejoicing than that? Want het is toch echt een dag dan van vreugde. Want wat kan nog een mens meer vreugdevol maken als je verzoening van God krijgt? And of course the truth is that we realize in the context of what the prophet Zechariah was saying, he couldn't have been referring to Yom Kippur, because he is referring to the fasts that commemorate the events of the destruction. En daarom inderdaad noemt Zachariah deze vasten niet, omdat het een vreugdevolle dag hoort te zijn. Maar het is dus altijd gelinkt aan de vernietiging van de tempel en Jeruzalem. En dat is op zich natuurlijk heel verdrietig. And of course, I should add here, we aren't reading the Bible like some archaeologist who only discovers something from the dim past and has no other familiarity with it. We know that these days were observed as fast days during the period of the Babylonian exile because of the destruction of the first temple. Then they were observed as holidays during the period of the second temple and reverted to being fast days after the destruction of the second temple. En in feite kun je dus een golfbeweging zien. Wij zijn natuurlijk geen wetenschappers met pure feiten, maar wij gaan terug ook naar wat er is geweest in de geschiedenis. En eerst heb je dus de waarschuwing dat het vastendagen zullen zijn. En later zijn de mensen natuurlijk in ballingschap geweest. En toen ze in Babel waren, waren dit trieste dagen. En waren dit inderdaad dagen om vol verdriet naar God te gaan, omdat Jeruzalem en de tempel was verwoest. Toen later kwamen ze weer terug. Dus de tweede tempel herbouwd en waren het weer vreugdevolle dagen met een herinnering aan eerder. En nog weer later heb je weer een ballingschap en was het inderdaad weer een trieste dag dat men inderdaad verlangde naar de tijd van toen de tempel en Jeruzalem nog gewoon gebouwd was. Well, the truth is that while in Jeremiah chapter 52, we only read about the events of the fourth month, the fifth month, and the tenth month, we do read about the calamity that took place in the seventh month in the second book of Kings in chapter 25, which, like Jeremiah chapter 52, records the events of the destruction. En in Jeremia wordt dus heel duidelijk al die dagen genoemd, alle vier de vasten
met het oog op de vernietiging van de tempel en Jeruzalem. En we zien daar ook een verwijzing naar staan in 2 Koningen, hoofdstuk 25. After we read of the devastation that took place in the wake of the conquest of Jerusalem, culminating in the second book of Kings, chapter 25, verse 21, we read what happened next. So in verse 21, again, we read about the terrible massacres that took place. En we lezen dus opnieuw dus van een andere verdrietige gebeurtenis, een indrukwekkende gebeurtenis ook. En dat lezen we dus in 2 Koningen, hoofdstuk 25, vers 21. Daar gaan we nu naar kijken. But after the massacre, after the devastation, there is at the very least a small blossoming of hope. Na de ondergang van het Rijk, zoals hier wordt beschreven in de versen ervoor, is er ook een heel klein stukje hoop. This is what we read in verses 22 and 23. En over dat stukje hoop kunnen we lezen in vers 22 en 23. And the hope, the blossoming, centers upon one particular man by the name of Gedaliahu. En de hoop wordt bevestigd, zeg maar, of dat vindt gestalte in één man, en wel Gedalia. Gedaliahu is appointed by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, to be the governor here in Judah. Gedalia is aangesteld door Nebuchadnezzar als een soort van gouverneur om daar te blijven in Juda. And everyone from all around came to him, all of the Jews who had been scattered. En iedereen kwam naar Gedalia, iedereen die daar was achtergebleven en maar die ook verslagen was, zeg maar, door Nebuchadnezzar. And in verse 24, Gedalia assures them that this is a new opportunity. En in vers 24 zien we dan staan dat Gedalia zwoer bij hun dat dit een nieuwe kans zou kunnen zijn. And Gedalia swore to them and to their men and said to them, fear not to be the servants of the Kasdim, the Babylonians. Dwell in the land and serve the king of Babylon, and it shall be well with you. We lezen vers 24. En Gedalia zwoer hun en hun mannen en zeide tot hen, gij behoeft niet te vrezen voor de dienaren der Chaldeeën. Blijf in het land wonen en wees de koning van Babel onderworpen. Dan zal het u wel gaan. In vers 25. But it came to pass in the month, the seventh month, that Ishmael, the son of Netanyah, the son of Elishama, of the royal seed, came, and 10 men with him, and smote Gedaliahu, that he died, together with the men of Judah, and the Chaldeans, the Babylonians, that were with him. And as a result, in verse 26, all the people, both small and great, and the captains of the armies arose, and came to Egypt, for they were afraid of the Chaldeans, the Babylonians. We lezen verder in vers 25. Maar het geschiedde in de zevende maand, dus let op, de zevende maand, dat Ishmael, de zoon van Netanya, de zoon van Elishma, een man van koninklijke bloede, kwam met 10 mannen bij zich. Zij sloegen Gedalia dood en tevens de Judeërs en de Chaldeën die bij hem te Mispa waren. Toen ging het gehele volk, klein en groot, met de legeroversten op weg. En ze kwamen in Egypte, want ze waren bevreesd voor de Chaldeeën. This was the end of the presence of Israel in the land of Israel until the restoration that took place with the proclamation of Cyrus
the emperor of Persia. Dit was het einde van de Israëlische bewoning, zeg maar. De Judeërs, de laatste mensen, werden echt weggevoerd of trokken weg naar Egypte. En hier pas kwam weer een keer in nadat Kores de opdracht had gegeven om terug te keren. Toen kwamen ze terug uit de ballingschap van Babel. So, when one considers the sweep of the events of the destruction, the fast of the seventh month, commemorating this event, the assassination of Gedaliah, is the fast that commemorates the final end of the first commonwealth, what we could describe as the last nail in the coffin of Israel's presence in the land after the Babylonian destruction. Daarom is het dus een vasten op deze maand, de tweede vasten dus, om te gedenken dat Gedaliah werd gedood en dat er echt een einde kwam aan de eerste echte bewoning van het volk Israël in het land zoals God dat had gegeven. En dat eindigde hiermee. En dat is dus zeer verdrietig en daarom is er een vasten voor Gedaliah. Well, that's all there is to say on this subject in the Book of Kings. Dat is alles wat wij kunnen zeggen gebaseerd op het Boek van Koningen. So of course, on the one hand, we do see how this is indeed commemorating an event in the destruction. That's clear from the text. It is a separate fast in the seventh month. Dus zo kun je op grond van Gods woord en in de Bijbel dus lezen dat er een tweede vasten is op grond van wat we net hebben gelezen. Dus op de wegvoering van het volk naar Babel. Daar is dit dus het laatste stukje van en daarom wordt hier op deze dag aan gedacht en gevast. But of course, on the other hand, we don't really have an answer to the title question of today's session. Why fast for Gedaliah? Maar de vraag van vandaag die we willen behandelen luidt ook van waarom vasten we eigenlijk voor Gedaliah? That is, granted, he was a righteous man, and we should always be mourning for the unjust murder of a righteous man. En natuurlijk, Gedaliah was een rechtvaardige man. En de moord op hem is een verdrietig iets. En omdat hij juist rechtvaardig was en het goede deed, is het goed om hem te gedenken. But I'm sure I don't have to point out to you that if we were to fast on every day on which righteous men were unjustly murdered, we would never eat. Maar het is natuurlijk zo, als wij alle rechtvaardige mensen die zijn vermoord in de geschiedenis zouden moeten gedenken op deze wijze, zouden we nooit meer kunnen eten. And let's face it, surely over the course of the 2500 years or so since the murder of Gedaliah, even if he hadn't been murdered, he probably would have died already. En het is natuurlijk ook zo, hij leeft al lang niet meer natuurlijk, want hij leefde 2500 jaar geleden. Dus als hij niet was vermoord, leefde hij heden te dagen niet. Dus waarom zou je dan voor hem vasten, ook al was hij niet vermoord? But really more importantly, this was a recurrent theme in our discussing these other fasts, the fast of the fourth month, the fast of the fifth month, and the fast of the tenth month. If a day is ordained by the prophets as a day of fasting, it's because it has an ongoing message to all generations. There's something that we need specifically to learn from what happened and to integrate into our lives. En de vasten, zoals die in Jeremia werden opgezond, hebben dus een betekenis. En deze heeft ook een betekenis. En vandaar dat het eigenlijk altijd een boodschap in zich draagt. En daarom is het goed dat wij die weten en daar ook van kunnen leren.
Maar dat geldt niet alleen voor die tijd, voor die generaties, maar ook voor de huidige tijd en voor de huidige generatie en voor ons persoonlijk. In general, biblical holy days never only commemorate the past. They're always there for the present and for the future. In het algemeen kunnen we natuurlijk stellen dat de feesten en de vasten niet alleen iets waren van het verleden, maar ook voor het heden, zeker ook met het zicht op de toekomst. So now we need to get to work in understanding what this fast is coming to tell us. Dus nu gaan we ons bezighouden met deze vraag: wat zal het vasten ons kunnen vertellen? I'll first note that although an exact date for the murder of Gedaliah is not stated in the Bible, by implication, we glean that the murder took place on the holiday at the beginning of the seventh month, the holiday that we call Rosh Hashanah. En hoewel de datum niet expliciet wordt genoemd, de dag waarop Gedaliah is vermoord, kunnen ze wel bij benadering een beetje zien van het moet ongeveer in deze tijd zijn geweest. En dus wordt hij aan het begin van het nieuwe jaar gezet, net nadat Rosh Hashanah is begonnen. On the assumption that that is the day of the murder, we don't fast on the day of the murder itself, because it's a holiday. On the 2 days of Rosh Hashanah, we don't fast at all. Then afterward, we observe this fast day, a week before Yom Kippur. En op Rosh Hashanah, dat is natuurlijk het begin van het nieuwe jaar, kan er niet gevast worden, want dat zijn echt feestdagen. Dus dan kun je niet vasten. Daarna volgen andere dagen tot aan Yom Kippur. En kan er dus een vasten extra worden ingeluid. Vandaar dat deze dag hierin is gepast. As you can imagine, it's hard to resist the temptation to see in this fast day something that connects us not only to the events that happened then, but the holidays that are happening right now, Rosh Hashanah and Yom Kippur. Dus de verleiding is er ook misschien om deze dag misschien iets naar de achtergrond te verstuiven, omdat we juist leven in de tijd van Rosh Hashanah. Het nieuwe jaar is net begonnen, vreugdevolle dagen. En we bereiden ons voor op Yom Kippur, wat zo meteen gaat gebeuren. Again, however, the answer to these riddles we don't find in the Book of Kings. Dus nog even terugkomen, we vinden niet echt het antwoord op wanneer ook het vasten moet geschieden in het boek van Koningen. But the story of the events that were described so briefly in the Book of Kings, we do see at great length in the Book of Jeremiah. Maar de gebeurtenis zoals we die hebben gelezen in 2 Koningen, kunnen we toch wel een link naar vinden in het boek van Jeremia. Dus dat kunnen we toch wel aan elkaar verbinden, zeg maar. Ironically, Jeremiah chapter 52, that describes the other fast days, doesn't mention what took place in the seventh month at all. En toch, in Jeremia wordt helemaal geen beschrijving gegeven van wat er in de zevende maand is gebeurd. But Jeremiah chapter 41 does. Maar Jeremia 41 doet dat wel. And we'll get back to Jeremiah chapter 41 shortly, but we have some business to which to attend before that. En we gaan zo kijken naar Jeremia 41, maar nog niet. We gaan nog even iets anders opzoeken. I think we'll be able to understand what took place then by getting some additional background as to what led up to the devastating destruction of Jerusalem in the first place. Want we gaan nog even kijken naar voorafgaande gebeurtenissen die er zijn geweest, wat eindigde in de vernietiging van Jeruzalem. And this necessarily focuses our attention upon the last
king of Judah before the destruction. En dan gaan we even kijken naar de laatste koning die heeft geregeerd voor de vernietiging. En dat was een koning in Juda. The last king was Zedekiah. De laatste koning was Zedekia. He ascends to the throne at the beginning of Jeremiah chapter 37. En hij besteeg de troon aan het begin van Jeremia 37. And the truth is, he's a complex personality. En om de waarheid te zeggen, hij was een complexe persoonlijkheid. That is, on the one hand, as we see in chapter 37, verse 2, he was no better than his predecessors in terms of his obedience or disobedience with respect to the words of the prophet Jeremiah. En zoals we in vers 2, vanaf vers 2 kunnen lezen, was het geen koning die in gehoorzaamheid wandelde. Hij wandelde eigenlijk net zo als de koningen voor hem. But neither he nor his servants nor the people of the land hearkened to the words of God which he spoke by the prophet Jeremiah. We lezen Jeremia 37 vers 2. En hij gaf geen gehoor, hij nog zijn dienaren, nog het volk des lands, aan de woorden des Heren die hij door de dienst van de profeet Jeremia sprak. And yet, ironically, in verse 3, we see he clearly had a lot of respect for the prophet Jeremiah. That is, he sent his servants, his attendants to the prophet Jeremiah, saying, "Pray for us to God our Lord," seeking the salvation that he believes Jeremiah will be able to solicit of God. En toch heeft hij heel veel respect voor Jeremia. Dat lezen we in vers 3. Want hij zond iemand naar hem toe. Toen zond koning Zedekia Jehukal, de zoon van Semalia, en de priester Sefania, de zoon van Mesa, tot de profeet Jeremia met de vraag: "Bid toch voor ons tot de Heere onze God." Dus ondanks dat hij niet gehoorzaam was en niet luisterde naar de woorden van God, deed hij toch dit. Now when you consider the manner in which his brother, two kings earlier, Jehoiakim, had treated the prophecies of Jeremiah, burning them in fire, you appreciate that Zedekiah is certainly not nearly such a bad guy. En zijn broer, die hiervoor heeft geregeerd, heeft zelfs boeken verbrand. Hij was veel goddelozer, kun je zeg maar zeggen. Dus eigenlijk doet Zedekiah het nog niet eens zo slecht in de ogen van de vorige koning, zeg maar. What emerges is he's a weak king who doesn't stand up to the people, much less to the aristocracy, but he himself has good intentions, at least so it would appear. En het is dus zo dat in feite was het een zwakke koning. Hij was van persoonlijkheid niet sterk. Hij durfde ook niet op te gaan staan tegen de rijken en tegen de aristocraten. Daar durfde hij niet tegen op te staan en het echt ook te vertellen als een koning zou moeten, zeg maar. Maar als man was hij waarschijnlijk helemaal niet zo slecht en had hij toch wel goede intenties. And in fact, when that aristocracy tried to kill Jeremiah, basically by drowning him in a muddy pit, the king goes out of his way to ensure that Jeremiah will be saved. En het is dus in feite ook zo dat hij toch ook nog iets heel goeds heeft gedaan. Zie ik? Ja. Sliga, I hear something on the phone. I think we can continue now.
Oké. In feite was hij niet zo slecht, want toen de rijke mensen en de vooraanstaande mensen zo tekeer gingen tegen Jeremia en hem in een put wilden werpen, stond hij juist op en probeerde dat te verhinderen. Dus de intentie van hem was toch zeker wel goed. So what we read again in verse 10 is the king commanding his servants to save the prophet Jeremiah from death. En zo is we ook verderop kunnen lezen vanaf vers 10 dat hij inderdaad ook mensen uitzendt om Jeremia juist te redden. And maybe even more significantly, in verse 14, he comes to the prophet and solicits the prophet's guidance. What should he do? En vanaf vers 14 lezen we ook inderdaad dat hij naar Jeremia gaat. En Jeremia geeft dan ook een antwoord. Wat zal hij moeten gaan doen? Dus hij betrekt hem daarin, zeg maar. I think we should carefully consider the exchange, the dialogue between Tzidkiyahu and Jeremiah, because it has a very important message with respect to what we read later in the aftermath of the murder of Gedaliahu. En in feite is het heel opmerkelijk, daar moeten we even naar kijken, het onderhoud, zeg maar, wat Zedekia heeft, het gesprek, zeg maar, met Jeremia, wat wij daarop van kunnen leren. En dit is wel opmerkelijk, dat is ook goed. En toch vindt het later een hele andere wending naast. En heeft het dus een uitkomst dat Gedalia wordt gedood. In chapter 38, in verse 14, the king takes Jeremiah and says to him, I will ask you something, hide nothing from me. We kijken even naar Jeremia hoofdstuk 38 vers 14. Toen liet koning Zedekia de profeet Jeremia bij zich brengen bij de derde ingang die zich aan het huis des Heren bevindt. En de koning zeide tot Jeremia, ik wil u iets vragen, verberg mij niets. En Jeremia says, if I declare it to you, you will surely put me to death. And if I give you counsel, you won't listen, you won't hearken to me. So what's the point? En het antwoord van Jeremia is opmerkelijk, dat lezen we in 15 en 16 van dit hoofdstuk. Maar Jeremia zeide tot Zedekia, wanneer ik u bescheid geef, zult gij mij dan niet stellig doden? En wanneer ik u raad geef, zult gij naar mij niet luisteren? Dus eigenlijk, wat is het punt, zeg maar? So Zedekia, the king, swore secretly to Jeremiah, saying, as God lives, that has made us this soul, I will not put you to death, neither will I give you into the hand of these men, the aristocracy, that seek your life. Vers 16. Toen zwoer de koning Zedekia Jeremia in het geheim, zo waar de Heere leeft, die ons dit leven gegeven heeft, ik zal u niet doden en ik zal u niet overgeven in de macht van deze mannen, dus de rijken, de aanzienlijken, zeg maar, die u naar het leven staan. I'll point out, if Jeremiah would have thought that Zedekiah was really a wicked man, why should he believe him swearing? But Jeremiah does appreciate that Zedekiah is sincere in the oath that he just took. En ondanks natuurlijk dat Jeremia wel weet dat het geen sterke koning is, neemt hij het alles toch heel serieus. En gaat hij er ook van uit en weet hij ook dat Zedekia hierin heel erg oprecht is. En daarom vindt hij deze zwering, wat hij dan zweert ook, vindt hij heel erg belangrijk. En in verse 17, then, Jeremiah says to him, thus says God, the God of hosts, the God of Israel, if you will indeed go out to the princes of the king of Babylon, then your soul will live, and the city will not be burned with fire, and you and your house will live. Het antwoord van Jeremia vinden we dan in vers 17. Toen zeide Jeremia tot Zedekia,
Zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God van Israël. Indien gij vrijwillig uitgaat tot de vorsten van de koning van Babel, dan zult gij in leven blijven en zal deze stad niet met vuur verbrand worden. En zult gij met uw huis in leven blijven. In verse 18, the other possibility. If you will not go out to the princes of the king of Babylon, in other words, if you refuse to surrender, then this city will be given into the hand of the Chaldeans, the Babylonians, and they shall burn it with fire, and you will not escape out of their hand. In vers 18 lezen we dan de andere kant, dat is een andere keus. Maar indien gij niet uitgaat tot de vorsten van de koning van Babel, dus als hij zich zeg maar niet overgeeft, dan zal deze stad in de macht der Chaldeeën gegeven worden en die zullen haar met vuur verbranden en gij zelf zult aan hun macht niet ontkomen. In vers 19, Zedekiah says, I can't do it. Why not? I'm afraid of the men of Judah who have deserted to the Chaldeans, to the Babylonians, lest they deliver me into their hand and they torture me. In vers 19 lezen we dan het antwoord weer van Zedekiah. Hij zei, ik kan dat niet doen, want ik ben bevreesd voor de Judeërs die naar de Chaldeeën zijn overgelopen, dat men mij in hun macht zal overgeven en zij de spot met mij zullen drijven. And Jeremiah says to him in verse 20, don't worry, it won't happen. They shall not deliver you. Obey now the voice of God, which I speak to you, so it will be well with you and your soul will live. En Jeremia probeert hem te overhalen en dat lezen we in vers 20. Daarop zei de Jeremia, dat zal men niet doen. Hoor toch naar de stem des Heren in hetgeen ik tot u spreek. Dan zal het u wel gaan en zult gij in leven blijven. But, in the following verse, if you refuse to go out, this is the word that God has shown me. Vers 21 lezen we dan, maar indien gij weigert uit te gaan, dan is dit het woord dat de Heere mij heeft doen zien. And what follows is a horrific description of utter destruction for Zedekiah and his household, utter destruction for the city, utter destruction for Judah. En wat dan volgt is een vreselijke opsomming van de totale vernietiging van alle vrouwen, van Juda, van het paleis, van de tempel, van heel Jeruzalem. So what happens now? You've just gotten the word of God telling you, if you follow course A, you will live and everything will be okay. If you follow course B, total destruction and you will die. Het is een feit wat hij voor een keus gesteld, een hele duidelijke keuze ook. Ga je kant A op, dan zul je leven. Als je gehoorzaam bent, zal er verder niets gebeuren. De stad zal behouden worden. Je gaat misschien dan wel in ballingschap, maar je leven wordt niet genomen. De andere kant is versie B. En dat is, als je ongehoorzaam bent en je geeft je niet over, dan zal jou dit alles kosten. De stad wordt vernietigd. Totale vernietiging van alles. Dus zeg maar, welke kant kies je? En in verse 24... How does the king respond to what he's just heard? We lezen het antwoord van Zedekiah in vers 24 van wat hij net heeft gehoord, wat hij dan zal gaan doen. He's afraid that the princes, the aristocracy, will find out that he was talking to Jeremiah. En Zedekiah was ontzettend benauwd voor en bang voor de aristocraten, de rijke elite, dat hij een onderhoud, een gesprek met Jeremia heeft gehad. He says to him, let no man know of these words. Don't tell anybody you said this to me. Vers 24 lezen we dat. Toen zei de Zedekiah tot Jeremia, laat niemand weten van dit onderhoud, opdat gij niet sterft. But if the princes hear that I have talked with you, and they come to you and say to you,
tell us now what you said to the king. Don't hide it from us. Then, what you should say to the princes in verse 26 is, I presented my supplication before the king that he would not cause me to return to Jonathan's house to die there. I asked for better prison conditions. In vers 25 en 26 lezen we vervolgens, wanneer de vorsten zullen horen dat ik met u gesproken heb en bij u komen en tot u zeggen, deel ons toch mee wat gij tot de koning hebt gesproken, verberg het voor ons niet, anders zullen wij u doden. En wat heeft de koning tot u gesproken? Dan moet gij tot hen zeggen, ik legde mijn bede voor de koning neder, dat hij mij niet naar het huis van Jonathan zou laten terugbrengen om daar te sterven. Obviously, you can well imagine, the king completely ignores everything the prophet Jeremiah just said. Dus je kan wel heel erg opmerken inderdaad, hij, Zedekia de koning, geeft geen enkele notie op de woorden die Jeremia net heeft gesproken. And just a couple of verses afterward, we read chapter 39, the chapter of utter destruction and devastation that follows exactly as the prophet had warned Zedekiah would happen. En een paar versen later zien we inderdaad het vervolg van dit alles. En inderdaad, hij heeft dus niet geluisterd naar de woorden van de profeet Jeremia. En we zien inderdaad dat alles uitkomt wat Jeremia heeft gesproken. De vernietiging van Jeruzalem begint. Het is een heel belangrijke les dat we leren van Jeremiah chapter 38. Dit is een hele belangrijke les die we moeten leren van Jeremia hoofdstuk 38. It's not just about King Zedekiah, it's also about us. Want het heeft niet alleen te maken met koning Zedekiah. Het heeft ook te maken met ons. So, we may ask, when King Zedekiah summons the prophet Jeremiah and begs of him to hear God's word, is that to his merit? En zoals we net al zagen, hoe wij moeten reageren, Zedekia smeekt dus en summit eerst ook de Jeremia om bij zich te komen. Hij wil een antwoord van hem. Hij wil een woord van God van hem. And of course the answer is, it would have been to his merit if he would have listened to what the prophet said to him. En het zou goed zijn met hem afgelopen als hij gehoorzaam was geweest, maar zeker ook als hij naar de woorden van de profeet had geluisterd. Under the circumstances, not only is it not to his merit, but on the contrary, it is to his indictment that he heard God's word. He believed in God's word, but he still didn't listen to God's word. En het is opmerkelijk, en dat is misschien ook een les die wij kunnen trekken. Hij hoort Gods woord. Hij is er ook oprecht naar op zoek en wil er ook echt van leren. En toch, hij is niet gehoorzaam en hij luistert er niet naar. Twee uitersten. Now, with that background, we continue with the story of Gedaliah. Met deze achtergrond in gedachten gaan we terug naar het verhaal van Gedaliah. After the destruction, we read of Gedaliah having been appointed by the king of Babylon in chapter 40 of Jeremiah in verse 5. Dus we denken even terug naar Gedaliah. En dit is dus allemaal ervoor geschied. En we gaan nu kijken Jeremia 40. And in verse 6. Then Jeremiah went to the Gedaliah, the son of Achikam, to Mitzpah, and dwelt with him among the people that were left in the land. We lezen Jeremia 40, vers 6. Zo kwam Jeremia tot Gedaliah, de zoon van Achikam, te Mitzpah, en bleef bij hem onder het volk dat in het land was overgebleven. And verse 7, likewise, as we had seen in
the last chapter of the Book of Kings describes how everyone from round about comes to Gedaliah, to the mitzvah, and in the following verse, in verse 9, Gedaliah swears to them not to fear the Babylonians, the Chaldeans, but rather to dwell in the land and to serve the king of Babylon, and will be well with you. En het vervolg wat we al lezen in 7 tot en met 9 is precies hetzelfde stukje wat we dus ook in 2 Koningen hoofdstuk 25 hebben gelezen. Dat iedereen, alle leger over de oversten en de mensen die nog achtergebleven waren, die kwamen naar Gedalia. En in vers 9 lezen we precies hetzelfde, dus wat in 2 Koningen stond. En Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, zwoer hun en hun mannen: gij behoeft er niet voor te vrezen om de Chaldeeën onderworpen te zijn. Blijf in het land wonen en wees de koning van Babel onderworpen. Dan zal het u wel gaan. En in verses 11 en 12, we see even more so. This was a renaissance, a new opportunity, a new blossoming. When all the men of Judah that were in Moab and among the children of Ammon and in Edom and that were in all the countries heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah and that he had set over them Gedaliah, the son of Achikam, the son of Shaphan, then all the men of Judah returned out of all the places unto which they were driven and came to the land of Judah, to Gedaliah, to Mitzvah, and gathered a great abundance of wine and summer fruit. En het is opmerkelijk wat we dan lezen in vers 11 tot en met 12. Dit is een stukje meer uitgeweider dan wat we in 2 Koningen hebben gelezen. Toen ook al de Judeërs die in Moab onder de Ammonieten in Edom en in alle landen vertoefden hoorden dat de koning van Babel aan Juda een rest had overgelaten en dat hij over hen Gedaliah, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, aangesteld had, keerden al de Judeërs uit alle plaatsen waarin zij zich verstrooid hadden terug en kwamen in het land van Juda tot Gedaliah, te Mispa, en zij zamelden zeer overvloedig wijn en vruchten in. Dit is de hoop die er dus nog was en is. Now, tragically, the last 4 verses of chapter 40 describe the attempt by Yohanan, the son of Kareach, and those who were with him to warn Gedaliah that Ishmael, the son of Netanyah, was going to try to kill him. In het vervolg lezen we dan ook dat de mensen bij hem kwamen, bij Gedaliah, die hem inderdaad ook waarschuwden dat er misschien mensen onder de anderen waren die hem wilden vermoorden. And he warns him also about the dire consequences, not only Gedaliah's own death, but as he expresses it in verse 15, that the remnant of Judah should perish, because if you're killed, everyone else is going to be lost. En Yohanan die waarschuwt dus Gedaliah daarvoor, en dat lezen we dan in vers 15, dat Yohanan ook zegt van, het gaat niet alleen om je eigen leven wat je kan verliezen, nou, als die mannen inderdaad opstaan om jou om te brengen, maar het gaat ook om de rest die is overgebleven, om het overblijfsel van Juda, dat zal dan ook verstrooid en vernietigd worden. En Gedaliah tragically refuses to heed the warning, he regards it as slander. And his righteousness, he is too trusting. And at the beginning of chapter 41, we read the dastardly deed, the assassination of Gedaliah and all those who were with him. A grievous massacre. En het vervolg is inderdaad dat Gedaliah is een rechtvaardig man. En hij vertrouwt er toch op. Hij luistert niet naar de woorden van Yohanan. Hij denkt echt dat hij daarmee de beste keus maakt. Maar hoofdstuk 41 vers 1 lezen we dan het trieste vervolg.
en inderdaad dat er, hij zal vermoord worden. And as we also saw in the last chapter of the Book of Kings, the last remnant heads to Egypt, fleeing from the wrath of the Babylonians, because the governor whom they had appointed, the righteous Gedaliahu, was murdered. En het vervolg hebben we dus ook al gelezen in 2 Koningen hoofdstuk 25, want als de gouverneur Gedalia is gedood, waarop toch de hoop was gezet, wordt iedereen verder benauwd en bang en vlucht naar Egypte. Except here in the book of Jeremiah, it's not a simple process. Alleen zoals Jeremia het beschrijft, is het niet een simpel proces wat gaande is. First, before they go to Egypt, at the beginning of chapter 42, they approach Jeremiah. Want, dat kunnen we lezen in hoofdstuk 42 aan het begin, voordat ze afreizen naar Egypte, benaderen ze Jeremia. In verses 2 and 3, we read, after they are introduced, "Let now our supplication be accepted before you, and pray for us to God your Lord for all this remnant. For we are left but a few of many, as your eyes see us, that God your Lord may show us the way in which we may walk and the thing we may do." We lezen Jeremia 42 vers 2 en 3. En ze benaderen dus de profeet Jeremia. En zij zeiden tot de profeet Jeremia: "Laat toch onze smeking bij u gehoor vinden. En bid voor ons tot de Heere uw God voor dit gehele overblijfsel. Want wij zijn als weinigen uit velen overgebleven, gelijk uw ogen ons aanschouwen. Dat de Heere uw God ons te kennen geven welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen." Now these are truly inspiring words. En dit zijn oprecht gesproken woorden. They want to do what God tells them to do. Ze willen oprecht doen wat God van hen vraagt. Or so it appears. Maar wat moeten ze doen? En wat zal het antwoord zijn? Except you notice that in their words, in both verses 2 and 3, there's a very suspicious expression that they use. Maar het is toch een hele opmerkelijke uitdrukking die ze juist doen in vers 2 en 3. In speaking to Jeremiah, they speak of God, your Lord. Want wat zeggen ze daar? Ze vragen inderdaad van de Heere, uw God. And one can't help but wonder what Jeremiah thought about that. En je kan je afvragen wat Jeremia vond van deze woorden. Because in his response, in verse 4, he says, "I have heard you. Behold, I will pray to God, your Lord, according to your words. And it shall come to pass that whatever thing God shall answer you, I will declare it to you. I will keep nothing back from you." En het antwoord wat Jeremia dan ook geeft is eigenlijk ook wel weer opmerkelijk. En hij kaatst de bal zeg maar terug. En de profeet Jeremia zeide tot hen: "Ik geef u gehoor. Zie, ik zal tot de Heere uw God bidden, gelijk gij gesproken hebt. En dan zal ik alle woord dat de Heere u antwoorden zal, u mededelen. Ik zal geen enkel woord verzwijgen." You notice he didn't go long with them in referring to God as his Lord. He emphasized, God is your Lord. Dus Jeremia ging er niet in mee dat zij de opmerking maakte van dat het zijn God alleen zou zijn. Maar Jeremia zegt heel duidelijk, het is ook uw God. And maybe in that turn of speech, Jeremiah sensed something more. Something much, much worse. En eigenlijk
zegt misschien het antwoord van Jeremia, kun je nog anders interpreteren. And perhaps it is because of what they realized Jeremiah may be sensing, that in verse 5, they strengthen what they were saying. En daarom wordt het ook even aangescherpt, het wordt nog verscherpt, zeg maar, en dat lezen we in vers 5. They said to Jeremiah, may God be a true and faithful witness between us, if we do not act according to all the things for which God, your Lord, shall send you to us. Dus was opmerkelijk het antwoord wat zij dan inderdaad weer teruggeven aan Jeremia, vers 5. Toen zeiden zij tot Jeremia, de Heere zij ons een waarachtig en geloofwaardig getuige, dat wij overeenkomstig alle woord waarmede de Heere uw God u tot u ons zenden zal, doen zullen. En in vers 6, they got the message about whether God is their God or not, and they say, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of God, our Lord, to whom we send you, that it may be well with us when we obey the voice of God, our Lord. En in vers 6 kun je dus in feite lezen dat ze de boodschap wel degelijk hebben opgepakt, want het antwoord luidt, het zij goed, het zij kwaad, naar de stem van de Heere, onze God, tot wij wie u zenden, zullen wij luisteren, opdat het ons wel gaat, wanneer wij naar de stem van de Heere, onze God, luisteren. Well, after 10 days, in verse 7, we read of what God says to the people. En vanaf vers 7 lezen we dat na 10 dagen het woord kwam tot de profeet Jeremia voor de mensen. Vers 8, the prophet Jeremiah calls together Jochanan, the son of Kareach, who had tried to save Gedaliah's life, and all the other captains and the people who were with him. Vers 8, en toen ontbood hij Jochanan, dat is de zoon van Kareach, en dat is tevens de zoon, of de man, die Gedaliah wilde waarschuwen en dat ook heeft gedaan, om te behoeden voor de moordaanslag die op hem werd gepleegd. En ook al de legeroversten, die waren ook bij hem, en het gehele volk, van klein tot groot, en zeiden tot hem. And the message, beginning in verse 10, if you will still abide in this land, then I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up. For I repent of the evil that I have done to you. Het antwoord vinden we beschreven in vers 10. Indien gij rustig in dit land blijft, dan zal ik u bouwen en u niet afbreken, u planten en u niet uitrukken, want ik heb berouw over het kwaad dat ik u heb aangedaan. And God promises to be with them, to save them from the hand of the king of Babylon, and to establish them in the land. En God belooft hen ook nadrukkelijk dat hij hun zal beschermen en dat ze niet zullen worden uitgerukt, maar dat ze veilig zullen wonen in het land. And God warns them. Maar God waarschuwt ze ook. Maar God waarschuwt ze ook. If they don't stay in the land, if instead they say, no, we're going into the land of Egypt. Because in the land of Egypt, as they express it in verse 14, we will see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger for bread, and there we will dwell. If you say that, continues the prophet. Maar er is ook een andere kant, en die wordt ook medegedeeld door de Heere God via de mond van Jeremia, en dat lezen we in vers 14. Nee, maar wij willen naar het land Egypte gaan, waar wij geen strijd zullen aanschouwen, nog bazuingeschal horen, nog naar brood hongeren. En daar willen wij wonen. Then what you will face if you flee from this land
is the utter devastation that you thought you were fleeing away from. Maar het is opmerkelijk wat de Heere God dan inderdaad ook verder nog zegt, dat je vlucht juist inderdaad omdat je vrede zoekt. Hè? Je wil dus niet honger lijden en dergelijke. Daarom hebben ze het in gedachten om naar Egypte te gaan. Maar God waarschuwt ze, juist waarvoor zij zullen vluchten, zal hen overkomen in het land van Egypte. In verse 16, it will come to pass that the sword that you feared will overtake you there in the land of Egypt, and the famine of which you were afraid will follow close after you there in Egypt, and there you shall die. Vers 16, de Heere God is heel duidelijk, dan zal het zwaard waarvoor gij bevreesd zijt u daar in het land Egypte achterhalen, en de honger waarvoor gij beangstigd zijt u daar in Egypte op de hielen zitten, en daar zult gij sterven. And the prophet greatly details that alternative of utter devastation. Excuse. Dus het is inderdaad een ander alternatief wat Jeremia hier het volk voorhoudt. The truth is, it sounds pathetically reminiscent of the way the prophet Jeremiah presented the two alternatives to King Tzidkiyahu. This way you live, this way you will die. Here again, this way you will live, this way you will die. En het antwoord wat Jeremia hier dus aan het volk geeft, de rest die is overgebleven, is eigenlijk heel erg hetzelfde antwoord wat hij ook had voor Zedekia de koning. Als je deze kant op gaat en zo luistert, zal je dit overkomen. Als je voor de andere kant kiest, zal dat het gevolg zijn. And when the prophet was finished, in chapter 43, we read of the response of the people. En we gaan verder lezen en dan lezen we inderdaad het antwoord, de reactie van het volk. The response of the people who had protested that God is a true and faithful witness between us if we do not act according to all the things for which God has sent you to us. Maar toen Jeremia dus inderdaad was opgehouden om tot hen te spreken, dat lezen we dan onder andere in hoofdstuk 43, dan wordt het volk eigenlijk heel erg opzet en kunnen ze niet geloven de woorden die Jeremia heeft gesproken. What do they say to the prophet? You speak falsely. God, our Lord, has not sent you to say, do not go into Egypt to sojourn there. Dat lezen we onder andere in vers 2. De Heer onze God heeft u niet gezonden met de boodschap, ga niet naar Egypte om daar te verblijven. Ze geloven dus de woorden van Jeremia niet. And what we read in the end is in verse 6, the men and women and children, the king's daughters, and every person that Nebuzaradan, the captain of the guard, had left with Gedaliah. Remember, these were the people who remained with Gedaliah. And from vers 6, came into the land of Egypt, for they did not obey the voice of God. Vanaf vers 6 en 7 lezen we dan als vervolg. De mannen, de vrouwen, de kinderen en iedereen die dus was achtergebleven bij Gedalia. Wat ze dus gaan doen, vers 7. En zij trokken naar het land Egypte, want zij luisterden niet naar de stem des Heren. Of course, inevitably, you appreciate the message here, I'm sure. En Rabbi Chaim gaat ervan uit dat wij inderdaad, waar het dus in feite om draait, dat wij de boodschap van deze avond wel hebben opgepakt. If they would have never asked to hear the word of God, if they would have never come to the prophet and drawn close, if they would have simply gone down to Egypt and not thought of a thing, that might have been a sin,
but not nearly as terrible a sin as the sin that they committed here. En het is heel opmerkelijk, want ze hadden natuurlijk de profeet juist benaderd voor een antwoord van de Heere God. Maar stel dat ze dat nou niet hadden gedaan en ze hadden gedaan wat in hun was opgekomen en ze waren naar Egypte getrokken zonder de profeet te raadplegen. Dan was dat waarschijnlijk ook een zonde. Ze hadden niet gedaan. Maar nu was het heel nadrukkelijk dat zij inderdaad zo nadrukkelijk wilden weten van wat God van hun wilde in deze situatie. Nu was de zonde vele, vele malen groter. You drew yourself close to God. You came before God's prophet, the prophet Jeremiah. You begged of him to pray to God for guidance, tell you how to live your life. And you ignored every word that he said. Want je benadert de profeet Jeremia, zowel Zedekia deed het als ook deze rest die was overgebleven. En ze smeekten de profeet om tot God te bidden. En ze wilden echt een antwoord. Ze wilden echt weten wat God van hun vroeg in deze situatie. En daarom benaderden zij hem. En de conclusie die dan was gegeven, als dan inderdaad Jeremia al de woorden van God heeft overgegeven in beide situaties, wordt het compleet aan de kant geschoven. Er wordt niet naar geluisterd en ze zijn niet gehoorzaam. Not only is nothing that you have done in coming close to God, in coming before his prophet, to be reckoned as merit, all of it is part of the indictment that when you come close and this is what you do, it's incalculably worse than if you never came close in the first place. Want het is veel erger als je inderdaad sowieso de intentie en het ook juist doet om God te naderen, om zijn profeet echt te zoeken, een antwoord van hem te eisen om te willen, dan dat je nooit hem opgezocht had en sowieso de raad van God niet had willen horen, dan was het gewoon niet zo erg geweest dan dat je dat nu hebt gedaan. Zo God benadrukken, zo God zoeken, zo God willen horen in een antwoord. En dan het glas had naast je neerleggen en ongehoorzaam zijn. It should surprise us that when in the end these people who had drawn themselves close so completely turned their backs on God that in Egypt they become idol worshippers. En het is, eigenlijk hoeven we er niet van op te kijken. Deze mensen zijn zo dicht bij de Heere God geweest door het woord ook van Jeremia. Ze hebben ook in zijn land gewoond. Maar dat ze dan als reactie geven God, de Heere God, de rug toe te keren, dan hoeven we er niet van op te kijken dat als ze in het land van Egypte zijn aangekomen en daar zijn gaan wonen, dat ze inderdaad de afgoden ook gaan dienen. And when the prophet Jeremiah comes after them to Egypt to rebuke them. En als de profeet Jeremia naderhand ook naar Egypte reist en hun oproep om zich te bekeren. All they have to say in chapter 44 verse 17 at this point is, as for the word that you have spoken to us in the name of God, we will not hearken to you. We're not listening anymore. We will certainly do everything we uttered with our mouth to burn incense to the Queen of Heaven, to engage in idolatry. We're not listening to anything. They've gone from beseeching the prophet to give them guidance, coming so close, to being so far. En Jeremia, dit zien we dus in hoofdstuk 44, onder andere vers 17 en verder, dat Jeremia dus naar Egypte gaat en hij zoekt ze op en hij probeert ze terug te brengen, dat ze zich zullen bekeren van ja, het antwoord wat ze in de eerste plaats hebben gegeven en ook gedaan dus. Maar ze zeggen helemaal tot de profeet Jeremia van we zullen naar u niet meer luisteren. We hebben hier onder andere de hemelkoningin die wij aanbidden en nog veel meer. Dus ze waren zo dichtbij
En nu zijn zij zo ongelooflijk ver verwijderd van alles. Maybe this is the special message of the fast of the seventh month. Dus dit is eigenlijk de speciale boodschap van het speciale vasten wat ook plaatsvindt in deze zevende maand. If I can further amplify this with words from the prophet Isaiah. En we kunnen het nog even benadrukken met woorden van de profeet Jesaja. In Isaiah chapter 29, verse 13. We gaan kijken naar Jesaja hoofdstuk 29, vers 13. And God said, since this people draw near. That means they are drawing near. They are, so to speak, coming close to God. En we lezen dan in vers 13. En de Heere zeide, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert, dus wel met de nadruk op naderen, ze komen wel heel dichtbij de Heere God. But the continuation. With their mouths and with their lips, they honor me. Now, of course, that means they're honoring me. They're honoring God. But they're honoring God only with their mouths and their lips. En het vervolg van dit vers. Maar ze naderen mij met, en dat staat niet in onze tekst, maar waarschijnlijk wel in de grondtekst. Ze naderen mij met hun monden en met hun lippen. Eren ze mij dus wel. Dus dat is een feit. Ze eren met de lippen de Heere God wel. But have removed their heart far from me. And their fear, the reverence of God, is as a commandment of men learned by rote. That is, they come close. Body, mouth, lips, but not the heart. The heart is far away. En we lezen verder, terwijl het hart verre van mij houdt. Terwijl het zijn hart verre van mij houdt. Dus alles is er, het lichaam is er en ze naderen God met hun lippen. Maar het hart is zo ontzettend ver weg. Therefore, behold, I will smite this people wondrously. Terrible afflictions. And the wisdom of the wise will perish, and the understanding of the sages will be hidden. We lezen verder, en hun ontzag voor mij is een aangeleerd gebod van mensen. Daarom, vers 14, zie, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal te niet gaan, en het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan. I smite them wondrously, because it's the only way to wake them up. They're coming close, but they're not coming close. They're coming close, but their heart remains far away. Dus God gaat een heel wonderbaar pad met deze mensen. Ze zijn heel dichtbij, maar toch ook weer niet. In fysieke deel zullen ze heel dichtbij zijn, maar hun hart, oh, dat is zo ver weg. Like Tzidkiyahu. Came close, wanted to hear what the prophet had to say, and then turned his back on everything that he said. Like all of the people after the murder of Gedaliahu, including Yochanan, son of the Kareach, who was the righteous leader. They all want to come close to God. They all want to hear what the prophet has to tell them in the name of God. But they don't listen. En het gebeurde dus met Zedekiah, die God naderde in de profeet Jeremia. Maar gewoon niet luisterde en niet gehoorzaam was. Alle woorden terzijde schoof. Net zoals het overblijfsel van het volk nadat Gedalia was vermoord. Zelfs Jochanan was daarbij. Ook een rechtvaardig man. Want hij probeerde de moord te verhinderen door Gedalia te waarschuwen. Zelfs hij was erbij. En zij ook vroegen de profeet Jeremia wat te doen. Wat God van hen vroeg. En ook zij legden de woorden van de Heer God rustig naast zich neer en luisterden niet. We need a fast day to remind us
of the devastating consequences of coming close with a heart that remains far away. We hebben dus een vasten nodig en een herinnering aan. Want het is een vasten omdat wij soms misschien ook heel dichtbij God zijn geweest. Maar inderdaad zijn woorden niet tot ons hebben genomen en het hart was ver van hem. Coming close with a heart that was far away was what ultimately led to the final decisive destruction of the community of Israel in the land of Israel after the destruction of the first temple. Toen de tempel was vernietigd en Jeruzalem was vernietigd, was dit echt het eindstation, de eindfase, de laatste fase, dat een laatste rest uit het volk, van het volk wegging uit Israël. En dat kwam gewoon omdat ze niet luisterden. Ze waren dichtbij en ze dienden God met lippendienst, maar niet met het hart. En dat is ja, wel een vaste waard. And of course, maybe we need to bear in mind that if the Holy Temple has not yet been rebuilt, we haven't yet adequately learned the lesson. En juist omdat de derde tempel, de tempel nog niet is herbouwd, hebben we deze dag te gedenken. Want het is een oproep ook en een waarschuwing ook. Tot die tijd zal deze dag dus ook gedacht worden. But I feel compelled to add here that while this is undoubtedly a message that it's important to bear in mind every day of the year. Maar natuurlijk is eigenlijk deze boodschap belangrijk genoeg om elke dag van het jaar te gedenken. It's especially appropriate right after we celebrate Rosh Hashanah, a week before Yom Kippur. Maar het is misschien wel een hele mooie dag om dat juist inderdaad aan het begin van het nieuwe jaar na Rosh Hashanah te zetten. En een week voor de gedenkdag van Yom Kippur. As we've discussed in the past in speaking about Rosh Hashanah, this is the day that enables us to reconnect with that closeness in God's presence, going all the way back to the very beginning, when we were so close. Want juist deze dagen waar we nu in leven herinneren ons om terug te gaan naar God, om weer terug een connectie te hebben met de Heere God, te leren van wat in het verleden is geweest, de fouten die er zijn geweest, en ons daarop ook juist te bezinnen. And every year in proclaiming God's dominion, God's kingdom, we feel the closeness anew, that opportunity to be so close, so intimate with God. Want ook deze tijden herinneren ons eraan, dit is ook voor ons een nieuwe kans om weer contact te hebben met de Heere God, om heel intiem contact te hebben met de Heere God. Een nieuwe kans om dat weer echt ook zo te beleven. Feeling that closeness to God, feeling that intimacy with God, is always a profound opportunity. Want het is altijd een fantastische ervaring, maar ook een nieuwe uitdaging, een nieuwe kans om weer in die gelegenheid en in die nabijheid van de Heere God te mogen zijn, weer heel dichtbij op zijn. As always, an opportunity that God gives us is also a responsibility. En juist omdat de Heere God deze gelegenheid ook geeft om weer dicht bij hem te mogen zijn, een dichte en een nieuwe intimiteit met hem te ervaren, geeft dat ook voor ons ook weer een verantwoordelijkheid. Of course, on the most basic level, when you have the opportunity, you have a responsibility to not waste the opportunity. Op het hele basisniveau
is het natuurlijk zo van, je krijgt een kans, je krijgt een gelegenheid, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid. Neem dan van die gelegenheid gebruik, maak daar gebruik van. But we see it's more serious than even that. Maar wij zien het natuurlijk veel serieuzer dan dat. Because when we have this opportunity, when we have this closeness, it becomes a terrible indictment if we fail to seize this opportunity and truly transform ourselves by the light of God. Want deze kans, deze gelegenheid is van Gods wegen gegeven om weer dichtbij hem te mogen komen en dicht in zijn licht te mogen staan. Maar wat is dan onze verantwoordelijkheid? Wij moeten die kans wel grijpen en die gelegenheid benutten, omdat wij dan ook veranderd kunnen worden, juist in zijn nabijheid en licht. That was the sin of Tzidkiyahu that led to his destruction, the destruction of his people and the destruction of the Holy Temple. Dat was de zonde van Zedekia. Het had als oorzaak, of het heeft als gevolg gehad, zijn eigen ondergang, het ondergang van zijn eigen nakomelingen, en de ondergang van de stad en van de tempel. And after the destruction, there was still an opportunity. And even with the death of Gedaliah, that opportunity persisted. And once again, we blew it. Maar ook na dat alles was gebeurd, was er een opnieuwe kans. Er was een kans, ook nadat Gedalia was vermoord, want er was nog een rest, en er was een kans om in het land te blijven. En opnieuw werd die kans niet gegrepen, maar terzijde geschoven. That failure remains a reason for our fasting to this day. Het falen om onze verantwoordelijkheid toen op te pakken, dat is dus een reden waarom deze dag juist een dag van vasten is. But more than merely a reason for fasting, it is most of all a lesson to us, a lesson for us to learn about seizing the opportunity to draw close to God. Want het is voor ons ook een vasten om ons bewust te zijn om dicht bij God te leven en vooral ook hem gehoorzaam te zijn. We hebben een nieuwe kans en daar ben je ontzettend bewust van. Handel dan ook en maak een goede keuze. That drawing close to God should never mean only that I feel inspired and uplifted. Drawing close to God means I feel committed to obeying God's word, God's will. Want God willen naderen en God ook naderen, kan je gevoel geven dat je heel erg blij wordt, vrolijk wordt van binnen. Het geeft je een gevoel van connectie en van verbondenheid met de Allerhoogste. Maar in feite moet dat niet de intentie zijn die erachter zit. Als je God nadert en met hem die connectie wil aangaan, moet je hem juist gehoorzamen, want dat is het uiteindelijke doel. To hearken to God's word, to obey his will. That is the only legitimate conclusion when one draws close to God. That is the only true blessing. Want het horen van Gods woorden en in die nabijheid van God te mogen verkeren, en dan het horen, maar juist ook het gehoorzaam zijn aan hem, dat is de enigste gelimiteerde doel die daaraan verbonden is. Dus om hem dan ook gehoorzaam te zijn. En dan zul je dan ook een zegen van hem weg kunnen dragen. En alleen ook maar op deze voorwaarden. Gehoorzaamheid en doen. May we have the dedication to listen and to obey. And thus, to merit God's blessings.
Laten wij daarom ook ons toeleggen en een toewijding hebben op deze voorwaarden. Dat we God willen naderen en hem gehoorzaam willen zijn. Om zo een zegen voor hem te kunnen zijn. God bless you. God zegent jullie.